Ik kan uren praten over de wc-roll placement in de meeste hotels en huizen. Yo kijkers, mijn naam is Dan en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen wij het spel Mega Mansion Tycoon. Deze game heb ik 2 weekjes geleden ook al gedaan. Alleen dit is dus als het ware een part 2. Smash even op die like als jij graag in een mansion zou willen leven. In deze video hoop ik dat we verder kunnen komen in de basement. Want ik ben oprecht benieuwd wat we daar kunnen bouwen. Want zoals jullie weten, als jullie de vorige video hebben gezien, is er een soort van een Iron Man bunker. Een superhero lair. Een soort Batman bunker. Hier, check dit. Dit zie je toch al letterlijk gewoon voor je. Dat hier een soort suit staat. Een soort armor. En dat ik hier zo naar buiten vlieg. Ik hoop dat we dit verder kunnen bouwen. En ik wil eigenlijk de tweede verdieping afmaken. Misschien al aan de derde beginnen. Alleen, nu ik het zo zie, denk ik niet dat de basement nou echt gaat lukken in deze video. 1 wall is 226.000. Waarom is het trouwens ook zo'n raar getal? Waarom zijn er geen een van deze getallen afgerond? Dat is raar. Dan gaan we gewoon de tweede verdieping afmaken. Trouwens, ik moet eventjes kijken of we alles überhaupt wel op de eerste verdieping af hebben. Oh ja, er is ook trouwens een city update in de game gekomen. Volgens mij is heel de map gerevamped en er zijn nu areas om te exploren. Dus dat kunnen we later op zich wel doen. Helaas zijn de vehicles niet geüpdate. Dat was het eerste waarvoor ik keek. Want sorry dat ik het zeg, maar de vehicles zijn shit. Maar in ieder geval, we gaan eventjes ons geld collecten. Ik heb geen idee hoeveel erin zit. 90k. Ik had letterlijk echt deze game al een half uur open kunnen laten staan voordat ik daadwerkelijk ging opnemen om eventjes wat meer geld te farmen. Maar ik was het vergeten. Dus dat is heel erg dom. Dat is heel erg dom. Oké, zullen we als eerste gewoon deze soort tweede living room afmaken? Dit is zo'n groot huis dat je 2 woonkamers hebt boven elkaar. Je kan hier letterlijk gewoon zo makkelijk om elkaar heen leven. Yo, check dit. Dit is gewoon een gehele losse eettafel. En wederom is alles weer van glas. Dat haat ik echt. Als je een glas wil neerzetten, hoor je bam. Volgens mij heb ik dat al in de vorige video gezegd. Maar het was altijd met glas. Het maakt zo'n herrie. Elke keer wanneer ik ook maar iets neerzet, klinkt het alsof het letterlijk, ja, breekt gewoon. I don't know. Ik ben niet zo fan van glas. Laat even jullie mening hieronder in de comments weten. Maar je moet het wel goed beargumenteren. We zijn nu al letterlijk bijna blut. Want dingen kosten echt letterlijk 10.000. Hier, ik betaal 20.000 voor een wall. Hier, dit is letterlijk niks. Dit is 1 pilaar. Een waterfall. Oh, dat is wel sick. Behalve dat hij er zo lelijk uitziet. Nou, oké, hij ziet er wel cool uit. Je moet het een beetje inbeelden. Je moet het ook een beetje inbeelden. Oh, kijk, ik heb een ceiling gekocht. Het is een onzichtbare ceiling. Oh, nee, de ceiling is gewoon zo hoog. Wat, de ceiling gaat naar de tweede verdieping. Oh, dat is wel sick. Yo, kijk hoe tof dit eruit ziet. Dit is wel echt een open huis, hoor. Ik kan vanuit de voorkant gewoon direct naar de achterkant kijken. Ik weet niet of je dat nou echt per se wil. Er kijken nog gewoon heel erg veel mensen naar binnen. Tenzij je heel erg vrijstaand woont. Maar alsnog, er gaan zeker weten mensen naar binnen turen. Hier, dit wordt letterlijk weer een woonkamer. De maker van de tycoon, die kwam hierachter dat hij te groot heeft gemaakt. En dat hij dus gewoon maar 70 woonkamers gaat neerzetten. Daar begint wel een beetje op te lijken. We hebben er 1, 2, 3. Want dit is echt insane. Er zit ook iemand in de server met 1,6 miljoen. Holy moly. Come on. Oh, kijk. Oh, nu hebben we speed. 100 miles an hour langs de bocht. Hoppa, let's go. Look at this. Oh, we vallen van de weg af. Yo, dit ding is niet helemaal stabiel. Kijk dit. Ik doe niet eens iets, hè. Ik doe niet eens iets. Wow. Dit lijkt echt op een soort cyberpunkbrug. Dit ziet er best wel sick uit. Dit is dan de stad ook, neem ik aan. De stad is wel heel erg ver weg. To be fair, misschien vond ik de oude map wel wat leuker. Dit is zo empty. Ik verwacht echt heel veel van deze stad. Want er stond tons of new areas to explore. Dit ziet er echt klein uit. Zo te zien is hier namelijk helemaal niks. Leuk geprobeerd. Niet onder de indruk. Ik beoordeel kritisch. Op basis van feiten. Oké, maar intussen hebben we wel 70k gecollect. Ik denk dat ik even geld ga kopen, zodat het iets sneller gaat in deze video. Ik heb alleen geen idee hoe duur dit gaat zijn. Dat is het niet waard. Dan ga ik nog liever, rij ik 100 keer heen en weer in die stad, dan dat ik dit ga kopen. Zullen we eerst de voorkant doen van de mansion? Want we hebben dus nu een dilemma. Gaan we woonkamer C maken of woonkamer D of woonkamer E? Het bestaat alleen maar uit woonkamers. Ik denk dat we de woonkamers aan de voorkant van het huis gaan bouwen. Omdat die zien er het ziekste uit. Als die af zijn. Dat zie je ook daadwerkelijk van de voorkant. Dus ik denk dat dat het plan is. Want kijk, dit ziet er zo gruwelijk uit namelijk. Hier, dan kopen we een door.
En dan hoop ik hier... Oh, dit wordt de kitchen. Yes! Eindelijk iets anders dan een woonkamer. Je moet letterlijk echt 100 meter lopen voor je kitchen. Ik heb medelijden met van wie deze mansion is. En diegene ben ik. Ik heb medelijden met mezelf dat ik zo ver moet lopen. Oh, maar check dit. Zo ziet hij er echt gewoon af uit. Ja, behalve deze lelijke waterval hier. Die moet nog steeds weg. Dit is letterlijk gewoon een of andere blok. Dit ziet er zo raar uit. Oh, maar die oprit en dit pad. Het ziet er wel pretty insane uit. Het ziet er pretty insane uit. Je moet even eerlijk zijn. Even kijken. Double money. Dat is 5 euro. Als je het even vergelijkt met vroeger, hè, toen ik echt 9 was. Toen had ik echt zoveel Robux. Ik gaf alles uit. Ik was een kind en ik, ja, ik wist niet veel sparen. Maar nu ben ik ouder geworden. En nu geef ik echt letterlijk niks meer uit. Want ik heb al heel lang 8000 Robux. En ik weet gewoon niet wat ik ermee moet. Hoezo word ik gelokt in mijn eigen huis? Oh, ik dacht al, joh. Dat komt door de nieuwe technologie. Dat is de toekomst waar alles online is. Dat kan hoppa. Ineens als de wifi eruit ligt, dan heb je diploma niet meer, want die is online. Je huissleutel, want je huissleutel is online. Holy moly, dit is echt een mega kookeiland. En dan heb je ook echt de gaarste sink die ik ooit heb gezien. Kijk die kraan en kijk die wasbak. En dit zijn echt lelijke kastjes. Dat is... Oké, sorry, meneer de developer. Je hebt een hele mooie mansion in elkaar geflanst. Maar je had iets meer tijd in de kitchen kunnen besteden misschien. Ik wil niet onaardig zijn of zo, maar je had iets meer tijd kunnen besteden. Dit vind ik trouwens zo'n sick ding. Het ziet er zo tof uit. Dit huis wordt trouwens wel echt heet in de zomer. Holy moly, die zwarte muren. Dat is not very nice. Hier moet je dan ook nog echt voor een heleboel geld allemaal rolluiken en luxe flexen gaan inzetten. Want ik neem niet aan dat je hier zo in beeld wil zitten. Waarom zijn de stoelen 4000 per stuk? Dat is echt baffling. Dat is echt te insane voor woorden. Er zijn wel een hoop rich and famous guys in deze lobby. En ik ben hier broke. Ik ben 3k. Ik heb 20k. Terwijl ik probeer een mansion te bouwen. Ik weet niet hoe de bank dit heeft geaccepteerd. Dat ik zo'n grote lening kan aannemen. Want volgens mij is het niet van mijn eigen inkomen. Je krijgt dit geld letterlijk in de brievenbus van de bank. En daarvan bouw ik een mansion. Ik ga nog echt goed in de problemen komen, mensen. Dit ziet er toch veel beter uit dan dit. Je moet gewoon overal die lichten uitzetten, joh. Dan heeft het nog een beetje een natuurlijke feel. Nu heeft het zo'n gevoel alsof ik in een simulatie zit. Ja, oké, dit is ook wel een soort van simulatie. Want dit ga ik nooit bereiken van mijn leven. Oh, hoe dit overlapt. Dat is heel slordig. Holy moly. Ik neem alles. Als het maar geen woonkamer is. I'll take anything, any day. Het geld moet sneller binnenkomen. Mag ik nog een lening van 700.000, meneer de bank? Oh, we kunnen ook dit hier achter maken. Holy nee. Oh mijn god. Dit is zo huge. Er moet ook wel een bioscoop zitten in deze tycoon. Like, je hebt letterlijk een bowlingbaan. Dan moet er ook een bioscoop zijn. Als er geen bioscoop is, dan is je mansion niet af. Can you imagine? Je favoriete game? Dat is best wel annoying eigenlijk. Want meestal staan in games, staat alles in de hoeken. En dan speel je zo'n game mee aan het focussen. En moet ik helemaal daar kijken om een HP te zien of zo. Ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet chill. Dat is gewoon een grote flex. Ik denk dat je in realiteit gewoon empty voelt in dit huis. Het is gewoon een soort endless doolhof. Oh kijk, ik kan mijn handen wassen. Alleen het is heel flashy en ik haat altijd dit soort kranen. Dat is altijd in hotels. En dat is altijd zo slecht gedesigned. En ook de wc. Ik kan uren praten over de wc-roll placement in de meeste hotels en huizen. Mijn wc-roll placement van mijn wc is sublime. Misschien is het gewoon omdat je in je huis gewend bent. Maar het is echt verschrikkelijk. Ik ga deze wel even testen. Oh, ik teleporteer blijkbaar naar de wc. Kijk, dit is toch ook gaar? Dan moet je hem zo onder je oksel, moet je de wc-papier pakken. Kijk, kan die kraan ook eventjes uit, alsjeblieft? Oké, we kopen een countermiddel. Is dit letterlijk een soort een bijkeuken keuken? No way. Dan kan hij gewoon je eigen snackbar maken. Nou, dan snap ik wel dat deze keuken er wel karig uitziet. Oké, deze ziet er net zo karig uit. En wat zijn die kasten, joh? Ik moet hier opspringen en dan moet ik alsnog springen. Kijk hoe hoog deze kasten zijn. Ik denk dat dit huis is denk ik gemaakt voor de langste man. Ik denk dat we nu dit stuk gaan maken. Want kijk, dan ziet het er heel mooi uit wanneer je aankomt rijden. We hebben $700. Dat is niet zo best. Ik word hier heel ongemakkelijk van. Ik vind dit heel ongemakkelijk. Kan je alsjeblieft een beetje afstand houden? Want ik vind het niet zo fijn om zo geconfronteerd te worden in mijn huis. Is dit zeg maar het helhoekje waar ik kan gaan huilen? Lijkt erop. Yo, we kunnen tv kijken.
Yo, gekke spy movie? I don't know. Ik heb er geen woorden voor. Oh, kijk deze slideuren. Dit is insane gevaarlijk. Dit is zo'n diepe pool. Dit ziet er niet uit. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Ik denk dat je pool een beetje is mislukt. Want dit is letterlijk water wat omhoog gaat. Hallo. Ik moet even hallo zeggen. Want anders vind ik het ook wel weer een beetje onbeschoft. Dit ziet er wel moody uit. Het voelt alsof ik iemand kan summonen. Alsof ik straks, zoals in GTA of zo, met een helikopter van het dak af lanceer. Dat moet erin zitten. De tycoon wordt nu oprecht echt sick. Het moet gewoon 24/7 ook nacht zijn. Dan ziet het er veel sicker uit. Het voelt een totaal andere game dan dat het overdag is. Ik weet niet, ben ik heel erg aan het rambelen? En heel raar emotioneel aan het doen? Dit ziet er wel sick uit hoor. Check dit, de inkijk. Ik kan letterlijk elke kamer in de gaten houden en inbreken. Hoppa, ik zie de kluis staan. Oh, je ziet daar ook die pool lights. Oh, dit ziet er zo sick uit. Yo, smash even op die like als jullie deze video van Mega Mansion Tycoon super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!